In de voormalig gereformeerde kerk van het rustieke Coubaert woont en werkt de beeldend kunstenaar Martin Sijbersma samen met zijn vrouw Ietsje. Martin laat zich vooral inspireren door de schilderkunst uit de 17e en 18e eeuw. Hij is gespecialiseerd in stillevens met antieke voorwerpen, groenten en fruit. De kunstenaar werkt in de eeuwenoude glaceertechniek op houtpaneel of doek. Ik gebruik eigenlijk de oude technieken van vroeger die de oude meesters eigenlijk ook gebruiken. En dat is eigenlijk de opbouwtechniek. Dus dat wil zeggen, ik maak niet een schilderij in één keer. Hè, zoals sommige schilders dat eigenlijk ook wel doen. Dat noemen ze dan de allerprima manier. Hè. Beginnen ze linksboven en eindigen ze rechtsonder. Ja. Maar ik werk echt in een opbouwfase. Ik begin eigenlijk met een tekening. En vanuit die tekening die trek ik over op het linnen doek of op het paneel. En vanuit die tekening begin ik eigenlijk te schilderen. Eigenlijk eerst met een hele dunne laag. Met veel gemengd met terpentijn, de verf. En daarna ga ik er wat met een dikkere laag overheen. En dat moet ook weer drogen. Daarna worden wat details hier en daar aangebracht. En als dat klaar is, dan ga ik met de zo bekende glaceertechniek eigenlijk aan het werk. En dat houdt eigenlijk niks anders in glaceren. Het is ook een Italiaans woord voor een glazig laagje. En dat komt, verflaag op verflaag over elkaar heen, waardoor je een optische menging krijgt. Je moet het je eigenlijk zo een beetje voorstellen. Het is net als je een snoepje papier hebt, wat rood is. Dat doe je voor je ogen, krijgt alles een rode gloed. En zo werk ik eigenlijk precies op die manier. Je bedoelt dat de onderlaag heen komt door de bovenlaag? Juist, de onderlaag die schemert door de bovenlaag heen. En daardoor krijg je eigenlijk die dieptewerking eigenlijk in de schilderij. Dat mensen zeggen, goh, het lijkt bijna wel echt. Op die manier krijg je dat eigenlijk alleen maar. En dat is eigenlijk ook een kwestie van kleurgebruik, ook koele en warme kleuren gebruiken. In de 17e eeuw, als een portret schilderde die schilders vaak de kleuren van het gezicht, vooral de schaduwpartijen, met groene aarde in een onderlaag. Dat lijkt natuurlijk verschrikkelijk als het klaar is. Het lijkt net een de hulk zo'n persoon dan. Maar je gaat daarmee weer met een warme overschildering met een vleeskleur overheen. Dan krijg je eigenlijk een schaduw, een dag warme, dag ook koele schaduw krijg je. En dat is eigenlijk de hele clue eigenlijk van het glaceren. Oké, en je onderwerpkeus, heeft die ook iets met de 17e eeuw te maken? Nou, niet indirect met de 17e eeuw, want mijn onderwerpkeus is wel iets anders als toen in die dagen eigenlijk. Hè. Men werkte heel veel met beelden die een betekenis hadden. Dat is bij mij minder aan de orde. Maar wel heel veel met oude voorwerpen werk ik. Hè, de stillevens, de voorwerpen hebben allemaal een geschiedenis gehad. Ze hebben geleefd als het ware. Dus ik schilder wel heel veel oude dingen eigenlijk. Ja, dat was één ding wat me opviel. Van, soms zijn de scherven van de potjes, of er zitten barsten in. Dat deden ze in de 17e eeuw natuurlijk niet. Nee, dus het waren meer pronkstillevens eigenlijk die ze veel meer maakten. Hè? Met van kijk eens hoe rijk ik het heb. Maar ik schilder meer eigenlijk de dingen dat er hoekjes afmissen. Net als in een mensenleven. Ieder mensenleven wordt ook een klein beetje beschadigd. De een wat meer, de ander wat meer. En ik vind juist vaak dat heel erg interessant om dat eigenlijk te schilderen. Om te laten zien dat het geleefd heeft. Ja. Dat kun je uit de serie kinderschoentjes heel duidelijk zien natuurlijk. Waarom pik je kinderschoenen niet uit, er juist uit, en bijvoorbeeld niet een stel doorleefde werkmansschoenen? Nou, dat is ook een kwestie ook van de vraag van vaak de mensen. En kinderschoenen zitten vaak ook weer een geschiedenis aan, omdat ze het kind zijn geweest. Er is ook een bepaalde nostalgie mee gemoeid. En dat is natuurlijk ook met werkmansschoenen zo. Maar op een of andere manier spreken kinderschoentjes heeft ook een bepaald soort liefelijkheid. Ja. En dat ze met werkmansschoenen is dat minder aan de orde. Het is wel grappig om even te vertellen ook. Dat vroeger deden de schilders, maakten ze eigen verf, omdat ze dat gewoon niet anders hadden.
De schilders konden daardoor ook niet naar buiten te schilderen natuurlijk. En dat is zo grappig. Wanneer gingen de schilders naar buiten schilderen? Nou, dat was ongeveer rond 1850. En waarom? Omdat de verf in de tubus kwam. Want als je met al die pigmentpoeiers naar buiten moest, dat kwam niet in orde. Dan waaide alles weg. Ja. Dus, Kijk, en ik schilder niet alleen met de percelen. Maar we willen ook nog wel eens even schilderen met ons paletmes of schildersmes. Want hout heeft namelijk een bepaalde structuur. En die structuur probeer ik ook in de verf te bereiken. Ja, ik ben inderdaad ook bezig met oude auto's. Dat is ook weer een verwijzing naar mijn eigen wereld eigenlijk. Hè, waar ik dus van de liefde voor het oude eigenlijk heel groot is. Ja. En die oude auto's, die spreken mij ook eigenlijk heel erg aan, omdat ze een eigen identiteit hadden. Want dat vind ik ook zo belangrijk. Het is tegenwoordig allemaal zo één worst eigenlijk. Een massaproductie. Een massaproductie. Hè. Alle auto's lijken ook op elkaar. Vroeger kon je bijvoorbeeld horen of er een VW Kever aankwam. Of of er een Citroën 2CV aankwam rijden. Kon je direct horen. Die auto had zo'n eigen identiteit. En dat vind ik zo bijzonder. En dat eigenlijk niet alleen. Zo'n oude auto heeft ook een schitterende vorm vaak. Prachtig mooie oude koetswerken. Mooie ronde vormen. En tegenwoordig mis ik dat bij de automobielen. Ze doen wel erg hun best hoor. Ja, ik weet dat de fabrieken erg hun best doen om dat vorm, maar het blijven computergeserieerde auto's. Vroeger werd dat met de hand getekend. Daar werd een tekenaar aan zo'n tafel gezet. Die deed dat met ziel. En dat mis ik zo. Die ziel in die vormgeving. Ik zou nog even kwijt willen dat dus in Klein Wetsingen heb ik dus die tentoonstelling daar straks nog. Maar ik geef daar ook een masterclass in het glaceren. En dat is op 18 mei, op woensdag 18 mei. Is daar behoefte aan? Ik merk dat daar behoefte aan is. En dat is met alle respect ook omdat dit van de klassieke academie uitgaat, uit Groningen, maar ik merk dat daar behoefte aan is, want ik krijg hier dus ook maar mensen die bij mij hier extra les of stage eigenlijk krijgen van die klassieke academie. En het vakmatige wordt wel eens wat, soms hier en daar wel eens wat vergeten op zo'n academie. Als ik die mensen vaak alleen al vraag van, nou span maar eens even een stukje linnen op, dan vragen ze af, hoe moet dat? Terwijl dat toch eigenlijk bij het vak hoort. En vandaar dus dat er toch behoefte aan is. En glaceren blijkt een of andere toverwoord te zijn voor kunstenaars. Want heel veel kunstenaars kunnen dat niet meer en doen dat niet meer. Ja, je kunt je afvragen of het nodig is vandaag de dag. Ja, dat is de vraag natuurlijk. Het is ook hoe iemand zijn opvatting is daarover. Hè? Ik geloof dat je voor een paar piek bij de Action een stukje schilderslinnen kunt kopen. Dat is waar. Daar kun je voor een paar piek een stukje schilderslinnen. Alleen daar zit je wel met het probleem is. A, de kwaliteit is bar slecht van dat linnen. De percelen die slijten als de neten. En wat moet je daar verder? Je moet toch met kwaliteit. Tenminste, als je kwaliteit wilt maken, moet je ook met kwalitatief hoge producten werken. En namelijk het inzetten van opspannen van linnen. Dan weet je ook wat voor soort materiaal je mee werkt. Dat is juist belangrijk. Ja, maar het is wel een enorm werk natuurlijk. En wel met het houdt niet op bij het opspannen, want dan moet je de ondergrond gaan doen, et cetera. Het is even wat meer werk allemaal. Maar je weet wel waar je mee werkt. Je leert wel het vak daardoor. En dat vind ik juist zo belangrijk, dat je het vak leert.
En kijk, op een gegeven moment, als je het onder de knie hebt, dan kun je ook gewoon zeggen, ik ga naar een goede schilderzaak, hè, en ik haal een fatsoenlijk stuk linnen daar. Dat kun je natuurlijk altijd doen. Maar het is juist zo fijn om te weten van waar werk ik eigenlijk mee.